Ja, de heer Wilders en dan naar de beantwoording van de vraag via het. Ja, pardon. Ja. We beginnen goed de minister hier weer te zien. We hebben de afgelopen twee debatten vooral gevoerd met die minister van alle zaken. En ja. Dan moet u zeggen, we zijn u gaan missen daardoor. Maar dat was geheel wederzijds. Ik voelde dat ook zo. Goed dat u er bent. Ja. Maar voorzitter, even over de testen. Kijk, ik denk dat het eerste traject zou moeten zijn dat we meer en sneller en vaker vaart maken met het vrijwillig vaccineren van mensen. Dat is natuurlijk de eerste route. Vervolgens, zolang dat niet is geregeld, heeft die minister gelijk dat je met testen mogelijk kan maken wat eerder niet mogelijk is. Maar ik zou dan wel ook aan de minister een beroep willen doen om, hij zegt nou allemaal eerlijk verdelen, natuurlijk wie kan tegen eerlijk verdelen zijn, maar toch om die sectoren die nu het meeste pijn hebben, dat zijn die winkeliers, dat is die horeca, om daar toch een prioriteit aan te geven. En ik noemde één voorbeeld, oké, misschien moeten ze stabiel zijn en kunnen ze niet tegen alcohol, maar kunt u beloven extra in te zetten? En misschien is dat dan een beetje oneerlijk aan andere sectoren die het minder moeilijk hebben, maar naar de sectoren die het meeste pijn hebben, economisch pijn hebben, nog constant gesloten zijn, zoals die horeca, zoals die winkeliers, dat u daar naar wegen zoekt om hen als eerste te bedienen. Ik zou dat zo belangrijk vinden voordat we dadelijk weer onder een soort eerlijkheidsdeken dat zij weer aan het kortste eind gaan trekken. Ik ben blij, voorzitter, dat de heer Wilders die vraag stelt. Want dat misverstand ontstond ook even in de krant en ik heb er allerlei boosheid over gezien. Terwijl de reden waarom ik dat minder logisch vind juist een hele andere is. Allereerst hebben we gewoon de epidemiologische situatie van dit moment die noodzaakt om een aantal stappen te zetten. Als we al kunnen versoepelen, die ruimte is beperkt, als we al kunnen versoepelen om die stappen te zetten die ook daadwerkelijk kunnen. En die stappen die nog niet kunnen op een later moment te zetten. Dat is vervelend, dat snap ik. Dat snap ik heel erg goed. Maar dat is nu eenmaal de werkelijkheid der dingen waarmee we te maken hebben. Daar kun je ook een andere afweging in maken. Nou, dat is denk ik zojuist uitvoerig bediscussieerd. Wat we mogelijk willen maken met toegangstesten is juist eigenlijk dingen naar voren halen die misschien nog eigenlijk niet kunnen, toch doen. Wat we moeten doen als het gaat over toegangstesten, daar hebben we eerder het debat over gehad in de Kamer, is die toegangstesten alleen in de niet-essentiële voorzieningen mogelijk maken. Ik denk dat u het daarmee eens bent. De publieke voorzieningen, stadhuis bijvoorbeeld, of het openbaar vervoer, dat is minder logisch, want dat zou de facto neerkomen op een testverplichting. Dat willen we denk ik niet, dus je wil dat alleen doen bij de niet-essentiële voorzieningen. En op zichzelf genomen staat er dus niks aan in de weg, inhoudelijk gezien, om dat ook te doen in de horeca, om dat ook te doen in detailhandel. Prima, dat is helemaal geen punt. Alleen, we weten ook dat die testcapaciteit beperkt is. Dus, eigenlijk zou je moeten zeggen, de horeca of de detailhandel zou niet van toegangstesten afhankelijk moeten zijn. Vanwege de beperkte omvang van het aantal toegangstesten wat je per dag kunt afnemen, zou niet afhankelijk moeten zijn van toegangstesten om toch weer stappen te kunnen zetten. En waarom zeg ik dat? Ik denk dat een detailhandel, een winkel, die zijn met andere kleine stappen makkelijker toegankelijk te maken dan met toegangstesten. Ik denk ook dat dat iets doet met de klandizie op het moment dat je echt toegangstesten zou moeten doen voordat je überhaupt weer de winkel in mag. En dat is de reden dat wij zeggen, het mag, het is niet verboden. Als er op enig moment een winkelier zou zeggen, nou ik wil weer wel met toegangstesten aan de slag, als er voldoende toegangstesten zijn, ga ik daar niet van zeggen dat het niet mag. Ik zou wel hopen tegen die tijd dat we dat volume hebben, dat we ook andere stappen hebben kunnen zetten ter versoepeling van de maatregelen juist voor hen. Zodat ze niet van toegangstesten afhankelijk zijn. Dat is de manier waarop ik erin zit. Ja, dat begrijp ik, voorzitter, maar even een helderheid vanuit het PVV-perspectief. Kijk, wij vinden, dat heb ik altijd betoogd, dat de horeca en de winkels niet gesloten hadden hoeven worden, omdat die zich aan de huidige regels kunnen houden met hun protocollen. Dus je hebt twee opties. Je hebt wat mij betreft één optie van ze gaan nu gewoon open, allebei, want met hun protocollen kunnen ze gaan de regels houden. Het gevolg is natuurlijk wel dat je dan als restauranthouder afstand moet houden, maar 10 man in je restaurant kan krijgen. Maar volgens mij kan dat nu al. Misschien zegt u het kan later, maar dat is methode 1. Methode 2 is, stel dat je zo'n apparaat, als dat wat stabieler zou zijn en geen alcohol, dat je dat voor je restaurant hebt hangen. En mensen gebruiken dat. Dan kan zo'n restauranthouder zijn tent wel helemaal vullen. Daarom was er ook een reactie op uw bericht toen u bij de GGD Amsterdam stond. Waren er heel veel restauranthouders die zeiden, nou als ik dat ding morgen kon kopen, dan had ik hem gekocht. Ja. Want dan had ik bij mij gewoon de zaak wel vol kunnen hebben. Want dan had ik niet met die afstand en die schotten. Dan had ik gewoon weer kunnen regelen. Want ik weet dat iedereen die binnenkomt niet besmet is. Ja. Dus die tweede route, die eerste route kan.
daar moet je ook niet voor testen voor afhankelijk hoeven zijn. Maar die tweede route kan, zolang dat vaccin, het vaccineren niet helemaal al op orde is, kan er al toe leiden dat men eerder meer open kan. Mm-hmm. En daarom zeg ik, die sectoren lijden heel veel pijn. Het maakt dadelijk, mevrouw de voorzitter, voor een restaurant hadden bijvoorbeeld heel veel uit of die met protocollen 10 man of met zo'n apparaat gewoon zijn hele tent weer vol kan krijgen. Ja. En investeer daar nou in. Ja, ja. Snap ik heel goed. De minister. Een paar dingen. En misschien moeten we deze discussie vervolgen op het moment dat we het wetsvoorstel aan de Kamer hebben gestuurd. Dat zal denk ik eind maart zijn. En we doen een volgende ronde field labs waarbij we op veel grotere schaal eigenlijk voor het echt hier gaan uitproberen met die toegangstesten wat we nu in het heel erg klein doen. Eerst, dus, Welk wetsvoorstel is dat? Wetsvoorstel, ik denk dat het toegangstesten of testbewijs of zo gaat heten. Dan moet ik nog even een mooie naam bedenken, maar dat, okay, dat wetsvoorstel. Nog. Ja, dat komt. Ja. Okay. Allereerst is dus geen principieel bezwaar om met toegangstest aan de slag te gaan in de detailhandel of in de horeca. Integendeel. Twee is, die testcapaciteit opbouwen gaat het snelst op het moment dat je dat op toch enigszins gecentraliseerde locaties doet. 100 locaties in het land, misschien meer. En die worden op dit moment door de Stichting Open Nederland, een consortium waar onder andere VNO-NCW in zit, wordt die testcapaciteit gecreëerd. En dat gaat vrij rap, alleen wel stapsgewijs, dus 25.000 testen per dag in maart, opbouwend naar uiteindelijk zo'n 400.000 testen, misschien meer, afhankelijk van wat er mogelijk is. Dus dat is de opbouw van de testcapaciteit. Dan vervolgens is dat dus een centrale locatie. En het idee is, er is een app in ontwikkeling, zo goed als klaar, dat je je negatieve testbewijs inlaat eigenlijk in je app en vervolgens met een QR-code laat zien bij de ingang dat je negatief getest bent. En die test moet dan 48 uur geldig zijn en dat je om die reden naar binnen kan. En dan achter de voordeur van dat toegangstesten kan er dan weer meer, kan er dan weer iets anders dan wat voor de voordeur kan. En wat we willen doen is eigenlijk per sector de toepassing daarvan bepalen. En daar ben ik met de collega's op economische zaken en onderwijs en sport over in gesprek. Of cultuur moet ik zeggen en sport over in gesprek. Om langs die weg via het toegangstesten weer dingen mogelijk te maken die eigenlijk gegeven de stand van de epidemie op dat moment nog niet mogelijk zijn. Nou, field labs zijn eigenlijk de voorloper daarvan om dat soort dingen uit te gaan proberen. Maar dat willen we veel structureler inregelen. Dus nogmaals, geen beletsel op zichzelf genomen. Alleen je zou hopen, tegen de tijd dat we dat zouden kunnen gaan doen in de horeca, je zou hopen tegen die tijd dat je ander type versoepelingen hebt mogelijk gemaakt, die ook een andere weg om te kunnen gaan, wat te kunnen gaan verdienen met je zaak, weer mogelijk maken, zonder dat je daar per se toegangstesten voor nodig hebt. Ja. Nou, voorzitter, ik ben dat met de minister eens in die zin dat dat vooral iets is voor de korte termijn. Maar ik ben niet zo'n voorstander van vaccinatiebewijzen of testbewijzen. De minister schrijft zelf ook in zijn brief op pagina 28 dat de inzet van een testbewijs eigenlijk gewoon een impliciete testverplichting is. Weet u, en daar hou ik niet zo van. Dus ik zat daarom ook dat voorbeeld van als nou zo'n ondernemer bij zijn onderneming, bij de ingang zeg maar bij wijze van spreken, met een blaastest of anderszins kan testen, dan heb je ook geen app of je hebt geen testbewijzen nodig met alle privacyproblemen weer van dien. Je gaat gewoon naar die winkel, naar dat restaurant. Daar word je, voor zover het nodig is, nogmaals op korte termijn, totdat voldoende mensen zijn gevaccineerd dat het niet meer hoeft. En dan kan iemand naar binnen. En als iemand negatief test, moet die weg en naar huis en naar de GGD en weet ik wat allemaal. Dus ik zie die route bij die ondernemers liever dan weer via allemaal testbewijzen. Ja. Het is een beetje het een of het ander eigenlijk. Hè? Dus je doet een testbewijs, of je nou een testverplichting hebt omdat een ondernemer bij de ingang een wattenstaafje in je neus stopt, of dat is geregeld via een negatief testbewijs, dat maakt de facto niet uit. Alleen, en dat centraal vormgeven waarbij de overheid dus ook mee financiert, dat doen we eigenlijk juist om die ondernemer te helpen om dit ook op een goede manier te faciliteren. Wat we daarnaast doen is veilig werken mogelijk maken, veilig studeren mogelijk maken, en dat doen we dus niet met een bewijs. Testbewijs zou ik ook niet per se tegen zijn. Alleen dat willen we anders praktisch mogelijk maken, namelijk via begeleider zelfafname of daadwerkelijke zelfafname. Maar dat doe je eigenlijk met inachtneming van de regels die op dat moment gelden. En achter de poort van het toegangstesten zou je ook regels los moeten kunnen laten of losser moeten kunnen laten, al naar gelang het risico op dat moment. Dat is eigenlijk gewoon een vrij rekenkundige benadering. Afgelopen maandag dat field lab, ik heb begrepen dat daar zo'n 6 besmettingen buiten de deur zijn gehouden.
binnen de deur, of zeg maar achter de voordeur, daar gebeurde op dat moment, daar was het loslaten van 1,5 meter aan de orde, met ik geloof zo'n 500 man in de zaal. Stel je nou eens voor dat die 6 toch naar binnen waren gekomen, dan had je natuurlijk vervolgens feest gehad bij de GGD. Dus wat je moet doen, is het wel behoedzaam doen. Wat je ook moet doen, is die dingen mogelijk maken, ook in relatie tot de omvang van de epidemie, zodat je een risico ook gecalculeerd kunt nemen. Maar goed, dat is het toegangstesten. Daar komen we apart over te spreken, ook met wat daar wel en niet mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast, dat is meer punt van Jette en van Klaver, denk ik, zelfafname, begeleide zelfafname, zo snel mogelijk naar daadwerkelijke zelfafname toe, maar met waarschijnlijk een tussenstap in begeleide zelfafname.